vind musical heel erg leuk. En de musical Evita is een van mijn favorieten. Je vroeg net wie Evita was. Nou, dat is zij. Dit is dus de echte... Dit is een officieel portret van haar. Het is een mooie, hele mooie vrouw. Wat ik van musicalsterren kan leren is hoe zij acteren en elke klank en elke woord die ze uitspreken. Als je dit eerste stuk, als je dit stilstaat, hè, en je laat door stil te staan, zuig je de aandacht van iedereen naar je toe. Dus in plaats van naar ze toe te komen, denk je, nee, ik blijf hier. En ik wacht dat jullie naar mij te komen. De nummer die ik ga zingen is De Dans van de Mantel, van Aida. Ik voel me heel veel aangesproken in dat nummer. Toen ik klein was, toen ik in de koor moest zingen met mijn broers en zussen, moest ik heel snel volwassen worden. Ik had veel verwachtingen en daarom ga ik dat nummer zingen. Die eerste couplet, het is alsof ik zit na te denken, zo, wat ga ik nu ja. doen? Oké, okay, maar dat is een beweging, dan is het omdat je nadenkt. Dan doe je het omdat het reden heeft en dan is het altijd goed. Ik ga Climb Every Mountain van Sound of Music doen. Ik doe het ter ere van een vrouw die mij heel erg heeft gesteund in muziek maken in het verleden. En die is een tijdje terug overleden en dit was haar lievelingsnummer. Jij bent die lerares? Waarom je dit nummer hebt gekozen? Ik ben jij, maar jij bent even die lerares. Ook die woorden tegen jou zei van climb every mountain, search high, search low. Probeer het even in haar te verbeelden en even dit nummer voor mij te zingen. Ik kan een heleboel leren van musicalsterren. Het allerbelangrijkste is gewoon het heel geloofwaardig overbrengen van een liedje. Follow every rainbow until you find your... Knap dat je dat hebt gedurfd hoor. Ik heb heel veel van je gevraagd. Dit is wel een moeilijkste. Goed hè? Ja, applaus. Mooi aan musicals vind ik hoe ze hun liedjes overbrengen. Gewoon dat het echt vanuit je hart komt eigenlijk. Get Sam van Jesus Superstar. Dit nummer is een gesprek tussen Jezus en God. In dat nummer vertelt hij zijn gevoelens. Wat ik zou kunnen leren is hoe je echt in de huid kruipt van een personage. Jij bent Jezus en voor mij is God daar. He? Normaal zing je een nummer en dan kijk je de zaal aan. Maar dit is een gesprek tussen jou en God. Dus wat ik absoluut afraad is dat je naar het publiek het lekker gaat vertellen. Zoals je een popnummer zou doen. Dat zou heel fout zijn in dit nummer. I have changed, I'm not as sure. As when we started. Heel goed. Ik zou het mooi vinden als je zaterdag gewoon stilstaat. Met al die ellende elke week, weet je, dat juichen en de groep van iedereen. Dat er eentje gewoon stilstaat. Ik ga Don't Cry For Me Argentina zingen uit de musical Evita. Waarom? Ja, ik vind het sowieso, het is heel beladen. Heel veel emotie en het was eigenlijk het eerste wat in me opkwam. Wat ze eigenlijk alleen maar wil, is de mensen vertellen... Ik ben net zoals jullie. Mm-hmm. Dus wij hebben er ook voor gekozen om Evita niet hier neer te zetten, maar tussen de mensen op de grond. Ik vind het heel moeilijk om in te schatten welke emotie ik ga hebben tijdens het zingen van het liedje. Het zou zomaar kunnen zijn dat ik in tranen uitbarst. Don't cry for me, Argentina. The truth is, I never left you. Ik hoop gewoon dat ik op mijn manier het nummer neer kan zetten. Dat zelfs de echte Evita een glimlachje krijgt als ze het hoort. Alles wat jij wil vertellen zit in die handen. Ja. En die handen spreken voor die mensen die je wil bereiken.